Zoals jij goede voeding nodig hebt om groot en sterk te worden, heeft je Gazon dat ook. De juiste meststof zorgt ervoor dat je Gazon groener, voller en sterker wordt. In deze video laat ik je zien hoe je moet bemesten. Wat is mest nou eigenlijk? Organische mest is niet alleen poep van dieren. Het is een uitgebalanceerde mix van dierlijke en plantaardige meststoffen. De belangrijkste ingrediënten van mest zijn fosfor, kalium en stikstof. Op de zakken mest zie je vaak N, P en K staan. Dat komt terug in verschillende samenstellingen. Zo heeft voorjaarsmest meer stikstof nodig om het gras sneller te laten groeien. Najaarsmest daarentegen heeft meer kalium nodig om het gras sterker de winter door te laten gaan. Het beste kun je een keer in het voorjaar bemesten, een keer in de zomer en een keer in het najaar. Kies dan ook de juiste mest die past bij dat seizoen. Voordat je gaat mesten moet je kalken. Op die manier neemt het Gazon de voeding beter op. Bemesten zelf is heel eenvoudig. Je strooit de mest gelijkmatig uit over het Gazon. Het beste kun je daarbij handschoenen gebruiken. Je zou ook een strooiwagen kunnen gebruiken. Vooral als je groot Gazon hebt, is dit veel prettiger. En het strooit de mest gelijkmatiger over je Gazon. Op de verpakking staat hoe je moet bemesten. Gemiddeld is dat 1 kilo voor 10 vierkante meter. Is het nou heel droog tijdens het mesten, dan kun je het beste even sproeien. Dat zorgt ervoor dat de voeding sneller in de bodem terechtkomt. Dan heb ik nog één tip. Heb je geen maaier met een mulchfunctie, dan moet je vaker bemesten. 1 keer in de 6 tot 8 weken. Anders put je het gras veel te veel uit. Zo, de klus is weer geklaard. Kleine moeite met straks een groot resultaat. En wil je nou weten of jouw Gazon ook gezond is? Kom naar een van de welkoopwinkels voor een gratis grondtest.